Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. Trainer Mauricio Cecucci durft voor komend seizoen de lat bij RKVV hoog te leggen. Bij RKV staat komend seizoen weer een nieuwe trainer voor de groep. Mauricio Cecucci neemt het roer over van Robin Knoester. Cecucci heeft er zin in. En dat is logisch na de vervelende afloop bij Haaglandia. Haaglanden voetbal zocht hem op de Kastelering. Mauricio, je bent nog maar kort actief bezig, maar al veel langer kennis gemaakt natuurlijk met de RKV. Hoe bevalt het? Ja, prima. Prima. Het is, kwam de eerste keer het veld op en voelt gewoon goed aan. Alsof ik er al een tijdje loop eigenlijk. Dus alles is goed geregeld. Fijne mensen om mee te werken. Als er dingetjes zijn, dan communiceren we met elkaar en wordt het opgepakt. En ik heb het tot nu toe prima naar mijn zin. Het zou raar zijn als ik het niet naar mijn zin zou hebben, na een week. Hè. Dat, maar goed. Hoe moeilijk was het? Na één wedstrijd werd toen Haaglandia uit de competitie gehaald. En een jaar lang kun je eigenlijk niks doen. Hoe vervelend was dat? Ja, goed, dat is vaker de revue gepasseerd. Dat is heel vervelend. En niet alleen voor mij, voor spelers, voor de club en voor alles wat er gebeurd is. En ik draag nog steeds die mensen en helaas bestaat die club niet meer. Maar ik heb nog steeds goede gevoelens over. Ik heb er een prachtige tijd gehad. Ik ben Haaglandia heel veel dankbaar. En goed, dat heeft mij gevormd als trainer. Ik heb een fantastische tijd gehad. Uiteraard lol, plezier, maar met een gezonde mix, met niveau voetballen en prestatiegericht. Dus ik, natuurlijk deed het pijn, het was een behoorlijke klap. Maar goed, het is nu afgesloten en ik moet verder en iedereen gaat verder. En ik ben onwijs blij en trots dat deze club mij heeft uitgenodigd om hier te mogen werken. Het was natuurlijk zo dat doordat je geen club had, had je wel een mooie gelegenheid om de nieuwe vereniging RKV al snel goed te leren kennen. Ja. Nou goed, waarschijnlijk had ik dat alsnog kunnen doen, want Haaglandia speelde op zaterdag en had ik op zondag kunnen kijken. Maar ik heb wat tijd hierin kunnen steken. Ik heb zeker 7 competitiewedstrijden kunnen bekijken en dat is voor mij wel een pluspunt. En nu deze voorbereiding is het grootste pluspunt dat ik de jongens van 2 ook leer kennen en de jongens van de jeugd. En op trainingen en op wedstrijden meteen ook kan zien in actie. Je bent ambitieus, dus wat dat betreft kwam het erg goed uit. De laatste wedstrijd hoofdklasse veiligstellen. Ja, ben ik ook erg blij om. Ik streef naar het hoogste en ik heb de ambitie. En ik vind ook dat RKV thuis hoort op het hoofdklasseniveau, minimaal. Ze hebben een prachtig complex en de randvoorwaarden zijn prima geregeld. Dus zij en ik horen op minimaal op dit niveau thuis. De afgelopen overschrijdingsperiode wat RKV betreft, hoe kijk je daarop terug? Tevreden, rustig. De meeste jongens zijn gebleven. Er zijn 3 basisspelers. Dat moeten we invullen. Die zijn weg. Sjors Verhaag is gestopt, helaas. Vanwege werkomstandigheden. En Sorab Savi die is weggegaan. En natuurlijk een aderlating Jari de Jong naar Scheveningen toe. Maar we gunnen hem allemaal die stap. Daarentegen hebben we goede versterkingen erbij gekregen. Giorgio Achterberg. We hopen dat hij fit is. Want dat is wel een probleempje met Giorgio, maar daar gaan we alles aan doen. De medische staf doet er echt alles aan. Jordi de Wit, een goede vervanger voor Jari. Maar Serrano van de Hurk en Karambukari, dat zijn gerichte versterkingen die we gehaald hebben. De voorbereiding, je hebt het in 2 geknipt. Er wordt nu gewerkt, dan even stoppen en dan pak je het weer op richting de bekerstrijd, zal ik maar zeggen. Waarom? Nou, een aantal redenen. RKV is gestopt op 14 mei met competitie. En dat betekent dat ze dan bijna 11 weken stilstaan naar eind juli toe, voordat het reguliere weer gaat beginnen. Nou, dat gat vond ik te groot. Dan krijg je jongens met een te grote achterstand terug. Dan ben je de eerste 3 weken alleen maar bezig om jongens op een bepaalde basisfitheid te krijgen. Ja, dat kan niet, want de competitie staat alweer voor de deur. En nu breek je hem aardig in 2. Daarbij komt ook nog dat iedereen vakantie kan vieren. Ik hou ook van mijn gezin natuurlijk. En daar wil ik ook wat leuke dingen mee doen. En dat kan op het moment dat de kinderen vrij zijn. Dus dat is dan meteen dubbelop. En het laatste, ook erg belangrijk. Op deze manier leer ik jongens van 2 kennen. Kan ze een eerlijke kans bieden door 2 wedstrijden te laten spelen. En
Ja, meestal kan dat niet. Hè. Meestal is dan meteen gesplitst trainen en nu niet. We hebben afgelopen week gemiddeld met 32 mensen getraind, 30 mensen. Heb je bij de tweede start met de training ook de ploeg redelijk compleet? Ja. Ja, dan hebben we geen vakantiegangers. En dat is dus ook een van de voordelen, was ook het doel van die dubbele tweedelen voorbereiding. En nu weet ik dat vanaf 31 juli iedereen aanwezig is. Op zich was bijna nu ook heel veel mensen aanwezig, een paar vakantiegangers, maar die calculeer je dan in. En vanaf 31 juli is iedereen daar en hebben ze niet een te grote achterstand. Tot slot, jouw doelstelling met RKV komend seizoen? Ja, dat is me vaker gevraagd. En ja, wat is realistisch? Ik weet het niet. Vorig jaar heeft Robin een fantastische prestatie geleverd door ze de laatste speeldag te laten handhaven. Dat vind ik echt knap. Aan de andere kant, ik leg altijd graag de druk wel bij mezelf ook neer. En, waarvoor durf ik het niet uit te spreken? Dus ik ga gewoon voor een prijs. Waarom niet? Ik denk dat we een goede ploeg hebben overigens. Hoor. Dus het is ook wel geen natte vingerwerk wat ik doe. Ik denk dat het mogelijk is. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.